Justitie eist 8 jaar cel tegen een 20-jarige verdachte van een schietpartij in Scheveningen. De man zou op 5 februari een 33-jarige man hebben neergeschoten. Ook verwondde hij diens 24-jarige broer. Aan het incident ging een ruzie in een café vooraf. Omstanders wisten die ruzie te sussen, maar eenmaal buiten trok de man alsnog een vuurwapen. Henk W., verdacht van het doodschieten van de 24-jarige vriend van zijn kleindochter op het Stuyvesantplein op 25 april, weigert psychiatrisch onderzoek. Hij heeft ook nog geen verklaring afgelegd volgens zijn advocaat omdat hij een beroerte heeft gehad. W. en zijn familie zouden de Turkse afkomst van de vriend niet hebben kunnen verkroppen. Wesley Verhoek gaat toch niet naar Nottingham Forest. De speler van ADO vertrok maandag naar Nottingham om een contract te tekenen en zich medisch te laten keuren. Maar na een dag in Engeland heeft de rechter aanvaller besloten toch in Nederland te willen blijven. Wat trainer Maurice Stijn betreft is Verhoek van harte welkom bij ADO.